Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Hier, vandaag is Niels' verjaardag. Ik ben vanochtend al naar de winkel geweest om allemaal boodschapjes te doen. En nu gaan we eventjes naar de kapper. Niels is zichzelf heel eventjes gauw omkleden. En dan gaan Niels heel eventjes met Jordi naar de kapper. Gaan ze geknipt worden. Hé jongen, dit is voor... Enna! Geknipte, een grote vent. Dan gaan we nu een fruithapje eten. Niels is nog bij de kapper. Ik heb gewoon Jordi weer meegenomen. En dan ga ik eventjes met Jordi fruitje eten. En dan gaat hij even dadelijk met Niels douchen. Liam laat heel even een box liggen, want Niels komt net terug, want die is ook geknipt. En die moet dadelijk douchen. Die zit onder de haren. En, maar ik ben niet knapper als Jordi, hoor. Nee, Jordi is veel knapper. Jullie zitten ondertussen een filmpje te kijken, maar de kindjes hebben een cadeautje voor papa. Gefeliciteerd met je verjaardag, papa. Dikke kus van Jordi en Liam. Geef papa een kus dan? Dankjewel. En ik hoefde het niet in te pakken van Niels, dus hij krijgt het zo. Ja, het zit toch mooi ingepakt. Ik heb het natuurlijk wel even opengemaakt om te controleren. Wat mooi. Is dat een fotoboek of zo? Nee. Moet ik het voorlezen wat hier staat? Lieve papa, een boekje om elke dag in het jaar te vieren dat jij onze papa bent. Houden van jou papa, dikke kus, Jordi en Liam. Heb je allemaal zelf geschreven? Nee, heb ik niet zelf geschreven. Ik heb gewoon bepaalde woorden erin moeten doen. Sommige mensen noemen jou Niels. Wij noemen jou papa. Sommige mensen denken dat je automonteur bent. Wij weten dat jouw echte werk bestaat uit voor ons zorgen. Sommige mensen denken dat we in Den Bosch wonen, maar wij weten dat we in je hart wonen. We leren zoveel van elkaar. Ja, dat, zo gaat het hele boekje door. Dus dat jij dadelijk in de toekomst met Jordi en Liam dit boekje kan lezen. Mm-hmm. Kijk, het is een mooi boekje. Ja, wij hebben niet zo. Maar dat komt wel. Dankjewel. Alsjeblieft. Namens de kindjes. Vind je en, leuk? En natuurlijk een klein beetje mama. Ja, mama een beetje. Maar hij had mijn cadeau al gehad hoor. Ja? Ja. Schroefmachine en dat soort dingen. Dat staat al in de schuur. Ja, precies. Dus, maar in ieder geval, dit is het boekje. En dit is de achterkant. Leuk. Juf gaat met speelgoed van Jordi eronder. Dat is het cadeautje van papa van de kindje heeft gehad. En nu gaan die twee stinkers douchen. Kom jij met je pistaal aan? Ja, hup, hup. 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 Nee, dat gaan we niet doen. Hier had je eventjes druk bezoek. Hij zat echt zo van, hè? Hé, hey, vriend! Zo op die hek schiet. Waar piept er nou? Dat is niet hier. Nee, dat is kocht daar. Niet meer jarig. Jawel, tot ze naar bed gaan. Nee, het is 12 uur geweest. Dus hij is niet meer jarig, punt. Heb je een leuke verjaardag gehad? Mm-hmm. Ik ben even mijn cadeautje aan het knippen.
had van Bianca Manuel en Milo had die chocola gekregen. Nou, hij zit er al aan hoor. Volgens mij is het ook al aan het smelten, of niet? Ja. Ja, dus dan moet ik eventjes de koelkast in doen, zodra de mogelijkheid bestaat. Maar daar liggen nu spullen in om morgen te barbecuen. Want mijn ouders komen morgen met mijn opa en oma. En de moeder van Niels komt morgen. En dan doen we met z'n allen barbecuen. Dat is ook gezellig. Daar heb ik ook net nog wat dingetjes voor gemaakt. Dat ze lekker kunnen marineren. Dus ja. Jordi en Liam die liggen inmiddels al te slapen. En wij hebben Jordi vandaag nog gespoeld. Want zijn buik was zo opgezet en ja, hard. Dat we zoiets hadden van we gaan je toch even spoelen. En hij heeft hem volgens mij wel opgelucht. Want hij heeft in ieder geval lekker daarnaast een flesje gedronken en is lekker in zijn bedje ingegaan. Maar ik moet zeggen, dat doet je toch wel wat als ouder zijn hoor. Je hoort je kind gewoon schreeuwen dat hij het niet leuk vindt. Tuurlijk, spoelen is niet leuk. Dat snapt iedereen. Maar je hoort je kindje gewoon echt schreeuwen en dat gaat gewoon echt door merg en been. Dat is gewoon echt niet grappig. Maar ja, daarom heb ik de camera ook nu pas weer gepakt. Omdat het gewoon niet te doen was. Ik was er een beetje depri van op dat moment. Nu gaat het wel weer. Goedemorgen, ik ben met Jordi aan het spelen. We gaan proberen de toren te bouwen. Pakken. Ja, goed zo. Erop. Deze. Oei. Nou moeten we weer opnieuw beginnen. Twee handen. Bezoek is geweest, ja. Hebben gezellig gebarbecued. Mijn ouders en opa en oma en jouw moeder. Die en mijn Jordi, oma en opa en oma. Ja, de, opa en oma, oma en overgroot opa en oma. Dus. Maar nou krijgt Liam nog een flesje en dan gaat hij dadelijk weer naar bed. Jordi slaapt inmiddels al. Waren jullie gewoon met vier generaties? Ja, dat klopt. Alleen officieel moet het al wat Liam dan een meisje moeten zijn. Hoezo? Dat telt dan. Nee, dat zijn vier vrouwelijke generaties. Je snapt best wat ik bedoel. In ieder geval, dus wij gaan nog even bank hangen en eventjes rustig aan doen. En dan is het weer tijd voor ons ook om naar ons nestje te gaan. Alvast wel rusten. Nou, dan heb je pech. Jee!
We zijn hier allemaal wakker. Ja! En we hebben ook al gegeten. Jordi en Liam bedoel. Jordi en Liam, ja. Jordi en Liam hebben ook al gegeten. Hallo! Papa en mama gaan nou eten. Joehoe! Ja? Hoe is het met je buikpijn? Papa, vertel, hoe is het met je buikpijn? Voor mij wel goed. Ja, hè? Goed geslapen. Normaal tijd wakker, niet om 5 uur. Ja. Ja. Jordi en Liam die hebben inmiddels een middagdutje gedaan en ze zijn weer wakker. Jordi is wel wakker geworden met buikpijn, maar dat wachten we nog even af. Niels is ondertussen Formule 1 aan het kijken en we hebben vandaag een lamme dag. Zondag. Mag ook wel een keer, hè? Is jouw mama gek, Liam? Ja! Heb jij gekke papa? Heb jij gekke papa? Zeg maar, ik heb een gekke papa! Ja! Hallo! Hallo! Kleine Chantert! Hallo! Dag knappe vent! Hi! Hallo! Hallo! Waar is mijn knappe vent dan? Wat is mijn knappe vent? Oeh, ben je knap? Oeh. Je bent gek. Kindjes liggen al lekker te slapen. Liam is lekker vroeg zijn bedje ingegaan, hè? Mm-hmm. Ja, misschien dat het wel vaker gebeurt. Hoop ik. En Joef die gaat zo ook het bedje in. En Niels ook. Ja. En we gaan bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.